Oh, wow, heel veel mensen zitten in mij. Hallo mensen van Dus David Games. Mijn naam is G-Typo. Ik ben vandaag samen met Jeroen van RNA Gaming. En wij gaan vandaag... Oh, ik verpest mijn double jump. Wij gaan... Oh, vieze sok is al dood. Oeh. Dat is niet zo mooi. Holy, dit lekt zo hard. Nou is het spokende sok. Heel slecht, zo. Hey, lekt het bij jou? Ook zo fucking hard. Ik heb wel minder FPS. Het is niet dat ik... God! Aardbeien, sorry. Ik ben dood. Nou, ik ben niet dood. Iemand haalde voor mij het blokje weg waar ik op wou springen. Oh mijn god, ik ben hier zo goed in. Ik proef sarcasme. Ik sta nog steeds bovenaan. Oh, wat? Wow. Search Pronus. Jeroen. Search Pro. Oh, ik ben de enige die op bovenaan staat. Wauw. Nee! Oh, ik val ineens 2 etages naar beneden. Oh, nice. Maar Jeroen... Ik was de enige die bovenaan stond. Ik heb zin om eigenlijk vandaag met jou te discussiëren over een onderwerp. Oh, waar vind jij ervan dat alles 18 is? Ik vind het op zich niet verkeerd, eigenlijk. Ik vind het op zich niet erg voor de drank. Nee! Ik vind, zeg maar... Ik heb such geluk. Alcohol doet niet heel veel goede dingen met je lichaam. In de zin van... En je doet domme dingen als je zat bent. En het is niet goed voor je hersenen. Je gaat misschien random mensen zoenen en zo. Bijvoorbeeld. En je gaat... Dat is... Het heeft eigenlijk... Het leuk... Ja. Nee! Leuk. Kan je het leuk noemen, alcohol? Zat worden? Alcohol heeft zijn leuke momenten. Nee. Weet je wat het wel het is? Drink met mate. En dat neem ik eigenlijk altijd iets te letterlijk. Nee, ik ben dood! Ik zit altijd dan meer te denken van... Je gaat drinken met mate. You never drink alone, man. Ik ga even wat drinken. Ik vind op zich, 18 kan wel, maar ik vond op zich hoe het was, het 16, 18 gehalte, kon. Maar je had wel veel mensen die er misbruik van maakten. Klopt, maar dat krijg je dadelijk ook. Ja, shit. Mensen van 15 kregen nu shit, dan, shit, zijn, nee. Van 17 die dan drank kunnen gaan. Nee, fuck, kut. Je bent tweede geworden. Ja, nou eigenlijk derde, indirect. Godverdomme. Ik was gewoon over bier aan het praten en ik wist waar ik heen moest. Ik wil een rematch. Oké, okay. Ik wil dit nog één keer doen. En dan kunnen we verder hebben over de spannende bierverhalen. Ja, ik heb genoeg spannende bierverhalen. Spannende bierverhalen van Jeroen! Oh, even kijken. Je moet iets als je studeert, hè? Oh, 5-2. 5-2 weer? 5-2. Okay. Oh, klik! Oh, ik heb klik. Oh, we zitten weer in... Yes, we zitten weer in dezelfde. Yes! Nice. Ik vind dit een leuke map. Ja, ik vind hem wel leuk. Ik stond als enige bovenaan en toen viel ik ineens 4 etages naar beneden. Applaus, Jeroen. Applaus. Yes, ik ben zo goed. Eigenlijk heb ik heb wel veel mensen gezien die rare dingen gaan doen met bier. Ja. Oh, dat vind ik altijd genieten. Klopt. Ik was één keer naar Tilburg Sinkt geweest. Eigenlijk is het meer Tilburg drinkt, want niemand zit naar de muziek te luisteren. Okay, fair enough. Dus wij stonden met onze groep, wij stonden op die fontein met Tilburg. Ja. Such hangjongeren en zo. Dus wij stonden met onze groep daar zo. En dan kon je dan mooi op dat podium uitkijken. Ja, ja. Krat bier erbij. Ja, nice. Want zo doe je dat natuurlijk. Ja, natuurlijk. En er staat op een gegeven moment, daar heb je zo'n rand. En daarna val je zeg maar in zo'n plas met waterrivier van die fontein. Mensen vielen massaal in die plas. Op een gegeven moment staat echt zo'n fucking vetzige dikke dude. En die valt zo achterover in die fontein. En het mooie is, hij kwam niet meer eruit. Maar niet zo van dat hij aan het verdrinken was of zo. Want het was, dat is onmogelijk als je daarin verdrinkt. Dan heb je echt iets knaps voor elkaar. Maar hij was gewoon zo dronken dat hij gewoon niet meer overeind kon. Niet fatsoenlijk erover kon klimmen. Dat mensen zo zijn hand moesten vastpakken. Ah nee, dit vind ik zo stom. Iemand loopt recht voor mij het blokje weg. Maar dat is van alcohol. Je gaat echt wazige shit doen soms. Ja. En vooral andere mensen die wazige shit gaan doen. Ah, ik vind dat altijd... Het allerleukste vind ik als mensen niet tegen alcohol kunnen. Yep. En dat ze dan echt stomme van die dingen gaan doen en dat jij zit van... Oh. Dan moet ik zeggen, ik heb dan een paar intro-kampen gehad op HBO-studies. Ja. Daar gaat een hoop drank doorheen.
Ja, maar dat is altijd met van die studenten. En dan hebben we het echt even over, laten we zeggen, universiteit, HBO, MBO. Gewoon studenten in het algemeen. Die drinken gewoon te veel. Ik heb toen die eerste week intro. Ik ging maandag op kamp of zo. En ik heb tot zaterdag non-stop gedronken om 8 uur 's ochtends na het ontbijt. Dus dan had ik het eerste biertje alweer in mijn hand. Ik vond Berlijnreis dus ook gewoon zoveel. Maar dat is gewoon altijd met die studentenreizen, dat gaat nooit alcoholvrij. No. Allee, je bent 16, 17, 18, je mag drinken. Ja, die jullie nu niet meer, zeg maar, die mensen. Ja, dat die vind ik. 16, ik vind het al. Nee! Ik ben weer vierde geworden. Oh, netjes. Oh, ik sta derde, wat leuk. Ik ben wel consequent. maar ik zit altijd van, ik drink met niet echt dat ik me in een coma drink, maar dat ik nog wel... nee! Godverdomme bananenzooi. Nee, ik vind dit zo stom, hè. Gewoon tot 2 keer toe dat ik bijna eerste ben. Zijn wel allebei consequent. Ja, als je zo kan drinken, dan vind ik dat je verantwoordelijk genoeg bent. Ja, klopt. Ik moet 1 keer zeggen, ik had 1 keer. Dat was op zich wel. Toen was mijn verjaardag, toen gingen we drinken. En toen moest ik naar huis, want we beginnen dan zeg maar om 4:30, dat is zo'n kroeg. En dan kun je om 4:30 tot 7 gewoon fucking goedkoop bier drinken. Oh, dat is altijd wel. Dus dat was best chill. En toen ging ik naar huis. En ik had een flesje water in mijn hand. En ik dacht, ik voelde me echt misselijk. Ik denk, ik moet die trein uit. En toen ineens viel het flesje water uit mijn hand. En dat was het laatste wat je goed nog vindt. Los, dus de halve trein was nat. En toen werd ik wakker en toen was ik ineens op het goede station. Waar ik moest stappen. Dus ik was best wel lucky. Nice. Je hebt zo geluk gehad. Yep. Maar mensen, wij bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Dat we bijna tot 2 keer toe hadden gewonnen. En tot 2 keer toe hebben we gefaald. Dit is zo stom, hè. Ik zit er echt van... Why, guys? Why? Gewoon bijna eerst. Als ik iets langer had doorgelopen, had ik gewonnen. Nee! Maar wij bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op onze kanalen. G-Typo, RNA Gaming en natuurlijk dus David Games. Vergeet ook niet op het duimpje omhoog te drukken. En dan zien wij jullie in de volgende aflevering. Later.